Een schattig meisje uit de brugklas en een brutaal en zelfverzekerd meisje uit de middelbare school. Hebben ze iets gemeen? School is werk en je moet het serieus nemen. Tenminste, dat denkt Nikki. Nou, mijn huiswerk is klaar. Ik kan mijn rugzak inpakken. Een netjes in elkaar gezet etui. Een schrift, een leerboek. Nog een paar boeken. Een map. Flashcards. Het belangrijkste is dat ik niets vergeet. Oh, ik kan de rits nauwelijks dicht doen. Ik moet de rugzak meenemen naar de gang. Oeps, het lijkt erop dat iemand het overdreven heeft. De rugzak is super zwaar. Maar niemand zei dat studeren makkelijk zou zijn. Nou, ik zal er morgen over nadenken. Maar voor nu is het tijd om te rusten en op krachten te komen. Hoe ouder de student, hoe minder ze geven om studies. S'nachts slapen? Nooit van gehoord. Heb je gezien hoeveel nieuwe trends er zijn op TikTok? Wie gaat ze proberen? Zelfs professionals kunnen niet in één keer een goede video maken. Nikki probeert het opnieuw en opnieuw. Naarmate de nacht vordert is er minder en minder tijd om te slapen. Internet-influencers hebben erg sterke zenuwen. Daar gaan we dan. Ik heb het. Ik ben er bijna. Wacht, waar is de andere schoen gebleven? Oh, daar is hij. Nu is het perfect. Volg mij, like en deel deze video. Bye bye. En nu kunnen wij wat rust krijgen. Goedenacht, Nikki. Wanneer u in de lagere school bent, is elke ochtend de partij. Nikki werd wakker ver voor de wekker afging. Het is eindelijk tijd om op te staan. Ze hoeft alleen maar haar schooluniform aan te trekken. De goede studenten pakt haar zware rugzak, nu ze op het punt staat om te vertrekken. Oh, mijn hemel. Ik was het bijna vergeten. Wat is school zonder mijn favoriete speelgoed? Steven, Elsa, Michael, Fuzzy Bear. Vandaag kies ik Mr. Cuddles. De teddybeer hoeft zich niet klaar te maken. Als hij maar kon helpen met de zware rugzak. Middelbare schoolstudenten hebben geen last van schoolboeken. Schoolspullen? Volwassen Nikki heeft die niet. Maar zij heeft een heleboel bewonderaars. Haar trouwste fans wachten op haar buiten haar huis. Jack, Adam, Ryan, Justin. Ik heb een beslissing genomen. Vandaag kies ik Kevin. En? Heb je gezien wie er gekozen is? Het is een eer om de vriend te zijn van zo'n mooi meisje. Nu is het belangrijk dat ik mijn gezicht niet verlies. Kom aan, deze wandeling betekent niets. Maar Kevin dacht erop nu al lange tijd. Nikki koos me. Wat betekent dat zij van me houdt? Het is niet goed om te laat voor de klas te zijn. Maar als de leraar het niet merkt, is het goed. Nikki legt haar schoolspullen klaar. Haar schatten. Vergeet Mr. Cuddles niet. Ze gaat nergens heen zonder hem. En nu kunnen we met ons werk beginnen. Als tekenen werk genoemd kan worden. Creativiteit is goed voor je ziel. Nikki's tekening is niet perfect, maar de leraar vindt hem mooi. Hoe kan Mr. Cuddles het niet mooi vinden? Hij is een echte ladykiller. Goed gedaan, Nikki. Aan het eind van het semester mag je tekening in de tentoonstelling zetten. Alle middelbare scholieren in de klas zien is een wonder. Te laat komen of afwezig zijn is een normale zaak voor hen. Maar vandaag is een goede dag en Nikki wil leren. Wow, Nikki, wat doe jij hier? Ben je verdwaald? Je bent net op tijd. We doen een toets vandaag. Daar was ze niet op voorbereid. Er zitten geen schoolspullen in haar minitas. Maar dat is alles waar ze zich zorgen over moet maken. Je kunt altijd een pen lenen van een klasgenoot of gewoon meenemen. Zou het helpen om een goed cijfer te halen? Maar Nikki doet niet erg haar best. Wat is er met het tekenvakje op de wiskundetoets? Ik ben goed in tekenen. Jonge dame, dit is schandalig. Je krijgt een onvoldoende.
En je moet je herexamen doen. Wat schandalig is, is de tijd die ik verspild heb aan deze toets. Mr. Cuddles is een meesterwerk voor de eeuwigheid. Om hard te studeren moet je je energie aanvullen. Een gezonde en voedzame lunch is een prima oplossing. Groentesterren? Dat is mooi. Nikki's ouders geven echt om haar dieet. Lekker. Ik voel dat ik slimmer word. Ik vraag me af of ik een 10 kan krijgen. Oh, iemand is klaar om te studeren. Leraar, ik kijk uit. Middelbare school Nikki krijgt ook honger. Oké, waar is mijn lunchbox? Yep, daar is hij. Maar ouders van volwassen kinderen gaan andersom met de lunch. Geld in plaats van eten? Dat is nog beter. Het geld kan gemakkelijk worden omgezet in voedsel voor de ziel. Wie geeft er om groente als je junkfood kan krijgen? Yum! Broodjes en frisdrank zijn uitgevonden door genieën. Dat was heerlijk. Gezond eten? Nou, tieners houden niet van dat spul. Er is niet zoveel tijd op de basisschool als het lijkt. Maar soms komen ze ook samen om rond te hangen. Nikki en Pinky hebben hun eigen club. En het ziet ernaar uit dat Pinky vandaag iets heel interessants heeft voor Nikki. Pinky weet hoe ze cadeautjes moet geven. Kom op, schiet op. Wat is het? Wow, neem je me in de maling? Tijdelijke tattoos? Het is een droom die uitkomt. Al onze klasgenoten zullen denken dat we zo cool zijn. Kijk eens hoe schattig die hamster is. Je moeder zal geschokt zijn. Zeg haar gewoon niet dat het niet echt is. Anders werkt de grap niet. Grote kinderen hebben grote problemen. En serieuze hobby's. Nikki wil een echte tattoo. Dus is ze naar een artiest gegaan om het te laten doen. Ik wil iets vets. Met veel karakter om mijn persoonlijkheid te accentueren. Zeg maar niets meer. De schets is klaar. Het is precies waar Nikki om vroeg. En het raakt Nikki recht in haar hart. Het is prachtig. Je bent geweldig. En mijn stomme klasgenoot zal gek van jaloezie worden. Echte fashionista's brengen altijd door voor de spiegel als ze klein zijn. Deze roze garderobe heeft alles om je als een prinsesje te voelen. Waar gaat dit kleine meisje heen? Het lijkt wel alsof ze een afspraakje heeft. Deze jurk is oké, maar het is niet roze. En zelfs het roze vest maakt het er niet beter op. Hoe kon ik die mooie jurk vergeten zijn? Laten we een accessoire met bloemen toevoegen. Het enige wat overblijft zijn de schoenen. Nu is de look klaar. Hij zal me zeker opmerken. En misschien zal hij niet de enige zijn. Een middelbare schoolmeisje klaarmaken is meer een ritueel. Welke zwarte jurk zal ik kiezen? Oh, deze is mooi. Wacht, nee, het is een beetje lang. Tijd verspillen met omkleden? Wat heeft dat voor zin? Je kan gewoon een schaar nemen en de zoom op de juiste lengte knippen. Wat als je ondertussen gaten in je panty krijgt? Het moest zo zijn. Hé, baby. Niemand kan zo stijlvol meisje weerstaan. Nikki gaat op een date. Oh, dit is zo opwindend. Oh gosh, ik ben zo zenuwachtig. Hier is een donut en wat thee. Help jezelf. Wat? Een nep theekransje? Ja, en een bijpassend vriendje. Een gigantische teddybeer. Wauw, onze eerste kus. Hoe romantisch. Welkom in de schiettent. Win een grote prijs. Hoe ouder het meisje is, hoe moeilijker het is om indruk op haar te maken. Een teddybeer? Saai. Een echt cool meisje heeft geen zwak voor teddyberen. Tenminste, dat is wat de mensen om haar heen moeten denken. Kun je niets leukers bedenken dan de schiettent? De eerste regel van afspraakjes is om te doen alsof het je niet kan schelen. En zelfs als je vriendje de hoofdprijs voor je wilt winnen,
Blijf dan chill. Jee, die chocoladebeer is van jou. Excuseer me, mag ik deze hebben? Nee? Oh man. Oh ja, een teddybeer. Dat is erg aardig. Als je me probeert om te kopen, dat gaat niet werken. De prijs gaat in de vuilnisbak. Hé, hey, wat doe je? Wie heeft er nu knuffels nodig? Ik ben geen 5 jaar oud. Kom op. Oh, heeft iemand een beer weggegooid? Nou, ze heeft hem niet weggegooid. Ze heeft hem gewoon een tijdje laten liggen. Fuzzy, het spijt me. Ik moest de juiste indruk maken. Maar nu is alles oké. We gaan naar huis. Zelfs het meest volwassen en coolste meisje heeft ruimte in haar hart voor een teddybeer. Vond je onze video over de lagere school en de middelbare school leuk? Welke van deze situaties zijn jou overkomen? Schrijf erover in de commentaren. Geef deze video een like, abonneer je op ons kanaal en deel deze video met je vrienden. Klik op de bel zodat je geen nieuwe interessante sketches over school mist op Toon Toon Wow.